Iedereen heeft hetzelfde doel. En je ziet dat iedereen er klaar voor is, ook de bank zitten. Dus je ziet hoe dat iedereen invalt. Je ziet dat we samen als één team ervoor voor strijden. We moeten gewoon matchen winnen en de druk bij RWDM leggen. Ouais, bien sûr, on vit à travers ça. Hein. On s'entraîne toute la semaine pour ça, pour être présent quand le coach fait appel à nous. Donc ce soir, je suis heureux d'avoir pu participer au match et d'avoir joué les 90 minutes. C'est quelque chose de bien et j'espère pouvoir enchaîner maintenant. Ik denk dat we het eerste kwartiertje onze organisatie moesten vinden. Want er was heel veel beweging van voor van Anderlecht. Maar ik denk na dat kwartiertje dat we heel goed in organisatie stonden, dat we niks hebben weggegeven. Ik denk dat de goal van Bruni heel bevrijdend was voor ons. En daarna komt er wat ruimte en daar hebben we heel makkelijk van kunnen profiteren. Bruni en Simba in één tik voorbij zijn bewaker en dan 1-op-1 met het verkouteren. 0-1 dankzij Bruni en Simba. En wat een actie. Op het half uur brengt hij Beveren op rozen. De eerste bal tussen de palen en meteen prijs. Zijn derde doelpunt voor zijn nieuwe club. En Beveren groeit in de wedstrijd. Rentschar in de combinatie met Simba. De voorzet goed aangenomen door Mbokani. Wat een goal. Wat een doelpunt van Dieu Merci en Mbokani op de plek. Waar het voor hem allemaal begon, zet hij Beveren op een dubbele voorsprong. Ja, heel mooi. En ook de goal dat ze maken, dat is ook hun kwaliteit. Als je ziet, Dieu heeft niet veel nodig. Die bal één controle en direct binnen. Dan Bruni neemt die bal goed mee en blijft rustig voor de goal. Zelfs als Barry met dat stiftje. Dat is echt aanvallerschool, denk ik. Ik denk dat we weinig ruimte weggaven, dat we van achteren ook goed stonden. Dat we weinig kansen hebben gegeven. Ik denk dat het gewoon als blok heel goed was. Dat we ze niet hebben laten voetballen, een beetje van achteren mochten zoals spelen. Maar dat de ruimtes wel gesloten waren. Even opletten, want bijna de 3-0. Of de 0-3. Ja, Barry heeft hem goed mee. Is op weg naar doelpunt nummer 16 en rond dat heerlijk af. 0-3 voor Beveren. En Tierno Barry met een pareltje nog wat steviger topschutter. Dat is belangrijk voor hem. Inleveren maar bij Ismail die zich op gang heeft getrokken. Ribeiro opnieuw invallen en scoren. Opnieuw invallen en scoren. Lucas Ribeiro Costa met de 0-4. Een statement toch weer van Beveren. C'était une très belle prestation globale. Je pense que ce soit les 11 titulaires ou même les remplaçants, ceux qui sont rentrés, ont apporté beaucoup de sang frais et ils ont aussi été décisifs. Donc ça, c'est très bien. Ça montre que c'est un groupe qui vit bien et que tout le monde est important. Et tout le monde sera important jusqu'à la fin de ce championnat, de ces playoffs. Il reste 5 matchs, il reste 15 points à prendre. Il va falloir en prendre un maximum pour espérer rattraper cette équipe qui est devant nous.